lijkt op Sam. Ik weet het zeker. Helemaal. Dat is echt niet waar. Oh, gewoon. Je blijft alles maar ontkennen. Maar laten we maar een koffietje gaan halen in Blokstad. Oké, bij de koffiewinkel. Daar allemaal. Wat gebeurt waar, Zoe? Achter je, daar zo. Wat is er aan de hand dan? Wacht eens even, wat doen die bouwers daar? Je krijgt het geld, ja, dat weet je. Gaan ze dat eindelijk verbouwen? Ik weet het wel, het is tijd. Hallo, bouwers? Hallo? Wat zijn jullie hier aan het doen? Ja, we zijn druk bezig met de verbouwing van dit ding hier. De verbouwing van dit ding? Dat duurde zo lang. Gaan jullie dit eindelijk verbouwen? Nou, we zijn er druk mee bezig al geweest. Maar we gaan nu inderdaad verbouwen. We gaan er eindelijk achter komen, want die al die tijd onder stond. Ik ben zo benieuwd. Alleen, gaan jullie dat met z'n tweeën doen? Ja, wij gaan dat met z'n tweeën doen, ja. Wat zegt hij allemaal? Ik kon er niet van verstaan. Hoi, Sam. Hoi. Sam, ze gaan dit eindelijk verbouwen. Hoi, Anna. Wow. Ze gaan dit hele ding verbouwen. Ze hebben net allemaal van deze groene dozen neergezet. Oh, groene dozen? Echt waar? Hoezo, Anna? Oh, dit wordt heel leuk. Wacht maar af. Hoe bedoel je heel leuk? Hoe weet jij wat het gaat worden? Oké, maar jullie weten zeker dat het met jullie twee gaat lukken. Ja, sowieso. En wij klussen dit. Wij gaan het voor elkaar krijgen, ja. Met hem? Ja, ja, zeker. Wacht, wil je vertellen dat jij hem kan verstaan? Ja, zeg eens wat. Ja, hij heeft er heel erg veel zin in om dit te verbouwen. Mogen wij misschien helpen? Ja, mogen we helpen? Helpen? Sam? Ja. Handjes altijd wel handig, ja. Jullie gaan hun helpen met bouwen? Maar jullie hebben helemaal geen ervaring hiermee. Ach, het komt wel goed, ja. Oké. Nou, als jullie het zeggen, sorry, wij gaan er vandoor, toch? Wij moesten nog een koffietje halen bij het koffiewinkeltje. We komen straks wel terug. Ja? Ik kan geen koffie met je meehalen. Hoezo niet? Nou, ik moet nog heel veel taarten bakken. Taartenbakken? Ja. Oké, ik ga wel alleen. Ik kom dan straks wel terug om te kijken hoe dit eruit ziet. Oké, Zoe, succes met de taart, oké? Jij ook. Dan ga ik maar in mijn eentje naar Blokstad. Oeh, ik ben zo benieuwd. Oh, eindelijk bij de koffiewinkel. Ik heb wel zin in een koffie en ik neem er ook een mee voor Zoe. Oh, ik moet achteraan aansluiten, denk ik. Hallo meneer, zeg het eens. Ja, doe mij maar een koffie met wat extra suiker. Doe ook nog maar wat sojamelk erbij, maar doe mij niet te veel sojamelk, want het valt wel een beetje zwaar op mijn maag anders. Oeh, en hebben jullie ook kleurstof? Misschien groene kleurstof? Nee, dat lijkt me ook wel echt superleuk. Nee, de koffie komt eraan hoor, meneer. Even kijken. Oké, is goed. Ja, hier is je koffie. Ah, heel erg bedankt. Kijk eens aan, dan is het mijn tijd om te bestellen. Dag meneer, ik wil graag bestellen. Hallo, ja, dat kan hoor. Doe maar graag één water, alstublieft. Eén water, ja, even kijken. Ja, en één extra koffie als dat kan, oké? Ja, hier is je water. Kijk eens aan. Wacht even, dank u wel, hoor. Hoeveel krijgt u van mij? Hey, sorry dat ik je onderbreek, maar u heeft helemaal niet de juiste bestelling gegeven. Jawel, dit was toch de koffie die je wou? Dit is gewoon normaal een koffie, maar al mijn speciale dingen die ik erbij had besteld, die heb je er helemaal niet in gedaan. Nee, die hebben we niet op voorraad hoor, meneer. Hij houdt niet echt van lange bestellingen, om heel eerlijk te zijn, dus daarom denk ik. Ik ben trouwens ook helemaal niet betaald, dus ga maar snel zitten. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, is goed. Maar ik hoef dus niet te betalen voor het water. Nee, water is helemaal gratis. Oh, super lekker. Hey, aan de kanten jij. Ik wil iets bestellen. Frank? Oké, sorry. Aan de kanten. Oké, sorry. Jeetje. Hey, jij daar. Mag ik een paddenstoelensoep? Paddenstoelensoep. Ik kijk even voor jou. Hey, kan ik hier zitten toevallig? Ja, er is al een plekje hiernaast me vrij. Paddenstoelensoep. Okay. Ja, dankjewel. Dat is super gemeen. Wat kijken jullie mij aan, losers? Hoe bedoel je? Wat kijken wij jou aan? Nou, jullie kijken mij de hele tijd aan. Wil je anders bij ons zitten, kleine Frank? Nou, ik heb nog nooit een paddenstoel gezien in mijn leven. Die praat, hè? Let er maar niet op. Sorry, we zullen niet meer kijken, Frank. Ja? Ga er maar vandoor. Die paddenstoel is echt mega gemeen. Dat was heel apart. Maar trouwens, wat is jouw naam? Ik heb jou nog nooit eerder gezien hier. Ja, ik ben ook nieuw hier. Ik ben Tommy, aangenaam. Hoi Tommy, mijn naam is Dennis. Ik kwam hier lekker een watertje halen. Eigenlijk koffie, dat zeg ik altijd tegen Zoe, maar ik lust helemaal geen koffie. Maar, Zoe? Zoe, ja, ken je haar toevallig? Ja, ik heb wel eens van haar gehoord inderdaad. Woont ze hier ook? Ja, maar ik denk dat we het over een andere Zoe hebben. Misschien dat jij een andere Zoe kent. Alleen, dat zou goed kunnen. Ik kan je een tip geven, Tommy. Bestel hier nooit echt lange bestellingen, oké? Daar houdt hij echt niet van. Ik heb het gemerkt inderdaad. Alleen, je bent hier de
alles nieuw in Blokstad? Dat is echt super vet. Ja. Misschien kan ik je een soort van kleine rondleiding geven. Dat lijkt me wel vet hoor. Hey. Nou, ik kan je alles... ja? Ik wil lunchpauze. Lunchpauze? Ja, de koffietent is gesloten, dus hup, move. Maar je kan toch niet zomaar sluiten? Dat kan niet zomaar, oké? Oh, dat kan ik zeker weten. Hoezo? Het is gewoon klaarlichte dag. Je kan toch niet zomaar sluiten hier? Jawel, ik wil gewoon pauze. Jij weet ook niet van ophouden. Pauze? Ik wil nog even hier verder praten met Tommy als het kan. Nee, kom jij maar met mij mee. Laat me los, joh. Zet me eens neer. Hé, wat is dit nou weer? Ja, blijf maar buiten staan. Oh, nee. Jij ook maar met me mee. Wat? Wat gebeurt er met me? Hé, blijf jij ook maar buiten staan. We hebben gewoon betaald, hoor. Niet meer binnenkomen. Dit zijn hele rare mensen hier in Blokstad. Ja, we zijn eruit geschopt, lijkt het wel. En ik had toch wel betaald? Oh nee, wacht, het water was gratis en jij hebt helemaal niet betaald. Maar oké, let er maar niet op. Er wonen hier inderdaad best wel rare mensen, Tommy. Ben je dan met het vliegtuig gekomen? Ja, vanochtend ben ik beland hier. Oké, nou, ik kan je wel een kleine rondleiding geven. Heb je de sportschool al gezien? Die is echt mega vet. Dit is eigenlijk de eerste locatie waar ik heen was gegaan, dus nee. Oké, volg mij maar, want het lijkt wel op dat jij wel sporten doet. Oké, deze kant op. Moet je eens kijken, Tommy. Dit is de Blokstad Sportschool. Wow. En dit is volgens mij een of andere bodybuilder aan het trainen daar. Oh ja. Hallo. Goed met u, meneer? Ja, zeker weten. Ik kom deze nieuweling in Blokstad even hier de sportschool laten zien. Oh, leuk. Ja, ben jij een beetje sportief? Ja, ik hou van sport, hoor. Ja, elke dag ben je dit dan? Oh ja, dat kan ik ook wel. Dat kan ik ook wel. Hop, nou bewijs het dan, hè. Wat? 1, 2, 3, 4. Jij gele man, kan jij dat ook. Ik? 7. Ja. Oké, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, dat was wel goed voor mij. Geef ze nu op, hè. Door, pop jij. Dat was best wel veel, hoor. Hé, niet zo uitstellen jij. Door, pop, kom op, hè. Dat kun je wel. Ik kan niet meer. Oh, wat een slappelingen zijn jullie ook, hè? Oh, mijn benen zijn helemaal verzuurd. Nou ja, ik ga er vandoor, meneer de bodybuilder. Tommy, kom mee. Ik laat je de rest zien. Dat lijkt me een goed idee, inderdaad. Doei, doei. Alhoewel, ik moest nog wat doen. Vind je het goed als ik je straks ophaal hier in Blokstad? Ja, dat is helemaal goed. Waar gaan we afspreken dan? We kunnen wel bij het tankstation afspreken. Dat lijkt me een goed idee. Oké, super. Ik moet even vandoor dan, oké? Doei. Oké, tot zo. Oh, die Tommy is echt mega aardig. Nou ja, ik moet snel even naar Zoe toe. Ik ga vertellen dat ik hem heb ontmoet. Woehoe. Ik ben eindelijk weer terug. Wacht, ze zijn eindelijk bezig met het doek. Hoi Anna, hoi Sam. Hey, Ines. Hoi. Oh, zijn ze eindelijk het doek eraf aan het halen? Ze zijn alles aan het slopen. Ja. Oh, en het duurt echt mega lang, lijkt het wel. En jullie zijn hier alleen maar popcorn aan het eten. Dat duurt me wel lang, hoor. Hoe lang duurt het nog voordat het doek eraf is? Ah, niet meer zo lang, hoor. We gaan nu het doek eraf halen. Je gaat nu het doek eraf halen? Ja, en daarna is het klaar. Maar het kost wel echt heel erg veel energie, vind je ook niet? Heel veel energie? Maar wil je een koffietje halen? Koffiepauze? Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Ja, we gaan even koffiepauze. Ja, het kost wel echt veel energie, dit. Dus, maar jullie zijn net begonnen, joh. Er staan hier 2 dozen. Ja, nee, maar we moeten echt even opladen eerst. Dat begrijp je denk ik ook wel. Oké, nou, is goed. Succes met jullie koffiepauze. Ik ga naar Zoe toe, het duurt me dan. Zoe, ik ga mee. Oké, Sam, dat is goed. Laten we naar Zoe gaan. Heb je daar nou de hele tijd naar lopen kijken? Misschien. Hoe lang zit je daar wel niet? Ik was net helemaal in Blokstad. Ik heb daar iemand ontmoet. En jij zit daar te kijken. Het lijkt er niet echt op alsof jij en Alda hebben geholpen. Maar goed, ik ben zo benieuwd wat eronder staat. Jij niet? Ja, ik ook heel erg. Nou ja, laten we naar Zoe gaan. Ik wil namelijk wat snoepjes halen voor Tommy. Oké, eens even kijken deze kant op. Zoe, hallo! Hoi! Hoi, Zoe! Ik wil wat snoepjes halen. Oké, dat kan. Wat voor snoepjes heb je nodig? Nou, ik weet niet precies waar hij van houdt. Ik heb namelijk iemand ontmoet, genaamd Tommy. En hij was nieuw in Blokstad. Ik ken wel een Tommy, althans zijn naam. Ken jij zijn naam? Ja, Tommy. Nou, Tommy had het erover dat hij ook een Zoe kende toen ik zei van dat ik iets ging halen ook voor Zoe. Hij zei, Zoe, die ken ik wel. Nou, ik wil graag wat snoepjes voor hem hebben. En hij had groen aan, dus doe maar groen snoep, denk ik dan maar. Ik ga even voor je kijken. Oh, perfect. Wie is dit? Hallo, ik kom aanmelden voor de Wansie Club. Wansie Club? Ja. Hoezo de Wansie Club? Ja, jullie twee hebben toch Wansies aan? Dan wil ik erbij doen. Dat Sam een Wansie aan heeft en ik ook. Wil niet zeggen dat we een Wansie Club hebben. Nee, je kan je niet aanmelden, meneer. Wat is dit nou weer? De snoepwinkel is ook gesloten. Ik moet jou denk ik even buiten neerzetten. Gesloten? Wat is dit nou weer dan? Deze kant op, meneer. Deze kant op. Ga maar naar
daar staan. Ja, nou ja, ik kan toch ook zelf binnenkomen? Ja, je kan zelf binnenkomen. Meneer, ik heb je net naar buiten gezet. Zelf uit, hè? Je gaat er zelf uit? Ja. Oké, dat is goed. Niet via het raam, niet via het raam. Meneer, mijn raam. Toch? Laat ik de deuren maar dicht doen, Zoe. Kijk eens aan, zo op slot. Zoe, blijf me verbazen wat voor rare mensen hier komen. En ja, ze kunnen nu wel via het raam naar binnen, maar bekijk het van de positieve kant. Ik krijg nu tenminste wel wat frisse lucht hier binnen. Ja, nee, dat krijg ik sowieso hoor. Maar goed, hier zijn je snoepjes. Oh, perfect. Ik hoop dat Tom hiervan gaat houden. Bla 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 bla. Wat hoor ik nou weer? Wat gebeurt meneer? Er allemaal? Meneer, stop hoor. Wat wil hij precies? Ik weet het niet, ik versta het niet. Broertje? Mijn winkel? Ik wil snoep. Meneer, ik ben gesloten. En daarnaast heeft u een raam in mijn kraampje gemaakt. Een raam? Wat wil je muur eruit geblazen, Zoe? Geef hem maar snoep. Hij sloopt alles, Zoe. Geef hem snoep. Hier. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dit mag je allemaal hebben. Nu wegwezen. Zoe, deze snoepjeswinkel van jou is echt heel erg raar. Er komen echt hele rare mensen hier. Ja, zeg moet je wel, dit nou kijken? Er zit hier een heel gat. Ik denk niet echt dat dit te repareren is. Zoe, je hele huis is gewoon opgeblazen hier zo. Volgens mij zat hier ook een paar blokjes. Ik heb geen idee. Kijk daar zo. Klopt. En daar een beetje. Oké, nee, dit ziet er niet uit. Gerepareerd, denk ik. Ja, dankjewel. Hier, de zonneblokken mag je hebben, maar Zoe, heb je wat anders snoep voor Tommy? Ja, dat heb ik wel. Kijk eens aan. Kijk, super. Hier heb je nieuwe snoepjes. Perfect, dankjewel. Ik moet er nu vandoor, oké? Ik ga naar Tommy toe. Doei. Oh, wat een rare mens hier. Ik moet zo snel mogelijk naar Blokstad. En Anna zit er nog steeds. En die bouwers zijn nog steeds niet terug. Oh, kijk eens aan. Daar is Tommy al. Hoi, Tommy. Hallo. Jij wil wat kopen bij mij, hè? Ja, ik wil wel wat kopen. Tommy, weet je dat zeker? Oh, hoi, Dennis. Hoi. Wat ben je bij hem aan het kopen? Nou ja, hij vraagt mij de hele tijd of dat ik iets bij hem wil kopen, dus... Ja, dat doet hij bij iedereen. Wil jij ook nog wat kopen bij mij? Je hoeft niet zo dichtbij te komen, meneer. Stap je naar achter, zou fijn zijn. Kom maar met me mee, jij groene minuutje. Oké. Tommy, kan je een beetje snel zijn alsjeblieft? Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Ik eigenlijk ook, inderdaad. Een sejo geef van jou. Dat ding ruikt. Godzijdorie! Dat kost dan één diamond. Oh, ik heb alleen emeralds. Is het ook goed? Emeralds, kom maar. Tommy, kunnen we alsjeblieft snel gaan? Tommy, deze kant op, oké? Oké, laten we nu gaan, inderdaad. Tommy, misschien was het niet zo'n heel erg slim idee om bij het tankstation af te spreken. Sorry daarvoor. Inderdaad. Wat langer duurde. Ik heb wat voor je gehaald. Namelijk wat snoepjes, zoals je kan zien. Bedankt. Ja, hou je ervan van snoep? Het is niet mijn voorkeur, maar weet je, zo eens in de zoveel tijd is het wel heel erg lekker, ja. Ja, ik dacht, ik neem wat groene snoepjes voor je mee vanwege je groene shirt. Ik weet eigenlijk niet echt waar je van houdt, Tommy. Maar, sorry nogmaals dat ik wat later was. Ik moest wat dingen bekijken en ik moest de snoepjes halen. Zal ik je anders nu de rondleiding geven? Ik zou het heel erg graag wel willen, maar omdat ik nu een afspraak heb, moet ik er wel meteen vandoor. Je hebt een afspraak? Ja, het heeft met mijn huis te maken. Dus ik ben te laat? Ja, helaas wel, ja. Oké, dat is niet erg. Vind je het anders erg als ik met je meega naar je afspraak? Kan dat? Oh ja, dat is helemaal goed. Oh, super. Laten we dat doen. Tommy, ik snap dat je hier wilt wonen, maar hier staan onze huisjes al. Zoe? Hallo, Zoe. Hoe is het met jou? Jullie kennen elkaar? Ja, goed hoor. Lang niet gezien. Inderdaad. Ja, wij kennen elkaar. Maar Tommy, zoals ik al zei, je kan hier niet wonen. Onze huisjes staan hier toch al? En het is echt niet de slimste, hè? Hoezo ben je niet blijkt de slimste, inderdaad. Zoe? Ja, daar kom je later wel achter. Oké, dan. Draai eens om. Draai me eens om? Wow. Wacht eens even. Zat dit onder dat doek al die tijd? Wow. Anna, Sam? Ja? Hebben jullie deze boom het gezien? Ja, tuurlijk. Ja. Wij wachten hier al de hele tijd. Wacht eens even. Is die bouwer nou aan het slapen? Hallo? Wakker worden, hallo? Lig je nou te slapen hier? Bla 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 bla. Is het huis klaar? Bla bla bla. Zat het er al die tijd onder? Bla 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 bla. Ik sta echt totaal niet wat je zegt. Ga je er nou vandoor of? Ik ga er nu vandoor. Later. Wat? Oké, wacht eens even. Jullie kennen elkaar, Zoe en Tommy. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar... van lang geleden. Anna, ja, echt wel lang geleden. Ken jij Tommy? Ik ken Tommy ook. Wat? Ja. Waarvan? Wij zaten bij elkaar in de biologieklas. Bij elkaar in de biologieklas? Ja, op de universiteit. Wat? Waren jullie gewoon goede vrienden van elkaar?
elkaar. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. En jij komt hier wonen? Ik kom hier wonen, ja. En laat me raden, je favoriete kleur is groen. Nu ik zo je hele huis zie, je woont gewoon in een boomhut. Wow! Alleen, Tommy, moeten we je anders helpen met verhuizen? Ik bedoel, ik zie al die dozen hier staan. Ik denk dat het allemaal naar binnen moet. Ja, er moet nog veel verplaatst worden, inderdaad. Ja, dat zou fijn zijn, hoor. Oké, Tommy, kan je even daar staan? Ik moet even Anna en Zoe wat vragen. Ja, is allemaal goed. Zoe, Anna, ja? Wisten jullie dit al die tijd al? Ja. Maar je wilde zeggen dat Tommy een soort van mega goede vriend van jou is, Anna? Ja. En je wist al die tijd al dat hij hier kwam wonen? Ja. Waarom heb je niks verteld? Ja, gewoon. En Zoe, jij kent zeker Tommy via Anna, of... Ja, klopt helemaal. Sam, jij kent hem zeker niet, op wel? Want jij vroeg letterlijk wie is Tommy. Oké, nou ja, hij lijkt me wel echt mega aardig. En ik bedoel, groen is best wel een coole kleur, toch? Ja, zeker. Ik vind van wel, hoor. Ik vind ook eigenlijk van wel. Nou ja, laten we maar gaan helpen, Tommy. Jongens, volgens mij is er iemand in een huis. Wie is dat inderdaad? Is dat nou een zwerver? Daglicht. Godverdamme. Ja, ik zat de hele tijd onder de doek. Wacht. Je hebt in zijn huis geslapen? Ja, want ik had zelf geen slaapplek meer. Je had zelf geen slaapplek? Oh, nee. Maar wacht, heb je niet een grote boodschap of iets moeten doen? Ja, heel misschien moeten jullie wat opruimen. Oh, nee. Wegwezen jij hier! Wegwezen jij! Oh, nee. Het heeft een zwerver in je huis gewoon tijdelijk. Gadverdamme, nou ja, hè. Laten we allemaal maar wat dozen pakken en het naar binnen gaan brengen, oké? Sam, kan ik jou even spreken in de tussentijd? Ja, hoor. Ik ben wel heel erg benieuwd wie die Tommy is. Jij niet? Ik bedoel, Anna kent die Tommy dus echt mega goed. Ze zaten bij elkaar in de biologieles of iets op de universiteit. Ik wist al dat Anna een stukje ouder was dan ons. Maar Tommy is dus blijkbaar ook een stuk ouder. Alleen Zoe kent Tommy ook. Maar ik ben wel benieuwd wat voor spullen die heeft meegenomen. Jij niet? Ja, heel erg. Oké, wanneer Tommy naar boven loopt, laten we dan een klein beetje wat spullen pakken. Oké, ze pakken alle dozen. Oh nee, daar staat zo. Oké, laten we deze doos pakken, toch? Wat zit hierin? Ja. Een verrekijker en een hoorn of iets? Huh? Wil je horen hoe dit klinkt? Doe maar. Oké, laat ik erop blazen. Meneer Geit, ik sta paraat. Sam? Meneer Geit, ik sta paraat. Wat doe jij nou weer? Meneer Geit, ik sta paraat. Oké, ik heb geen idee waarom je dat doet, maar laat ik deze maar terugstoppen. En een verrekijker. Nou ja, laten we maar helpen met de spullen tillen. Kijk eens aan, zal ik een doosje meenemen en dat moet helemaal naar binnen. Oké, hier de trap op en dan hier naar boven. Wow. Oké, en dan moeten we hem daar neerzetten. Kijk eens aan. Perfect. En dan laten we al die spullen naar binnen gaan brengen. Wow, Tommy, dit ziet echt mega vet uit hier. Allemaal in de kleur groen natuurlijk. Je huis is echt super gaaf geworden. Alleen ik vind je het zo meer vet. Aan deze kant volgens mij. Nou, ga jij maar eerst in jouw huis natuurlijk. Je hebt de sleutel. Nou, dit is mijn slaapkamer. Jouw slaapkamer? Wow, allemaal groene matjes. Dit is echt een heel erg vet huis. Echt een coole boom met hier zo. Alleen, hoe ga je dan makkelijk beneden komen als je de hele tijd de trap af moet lopen? Nou, daar heb ik al een trucje voor, hoor. Een trucje? Wat voor trucje? Volg mij maar. Oké, ik ben zo benieuwd. Dus dan gaan we hierheen. Ja, oké. En zie je dat klein pontje hier beneden? Ja, dat is echt mega hoog, Tommy. Hier, let op, hè, let op. 3, 2, 1. Wat ga je doen? Hoppa! Wow! Oh, zo kom je dus beneden. Oké, ik ga het ook proberen. Kom op, Tommy. 3, 2, 1. Wow, dat was mega vet. Oké, Anna, kom maar naar beneden. Je kan het. Wow. Anna, je bent niet ter beste. Je moet op de stenen landen. Gaat het? Maakt niet uit. Ja, het gaat goed. Oké, Zoe, kom op. Jouw beurt. Oké, daar gaan we. Wow. Oké, Sam, jouw beurt. Oké. Kom maar, Sam. Sam. Zo kan je ook naar beneden. Ja. Ik denk dat we misschien binnenkort voor jou een bril moeten halen. Want jij sprong hier in het water. Laat het maar. Tommy, ik vind het echt super vet dat je hier komt wonen gewoon. Misschien kunnen we beste vrienden worden later. Ja, dat weet ik zeker hoor. Maar ik ben wel een beetje moe met al dat verhuizen natuurlijk. Dus ik denk dat ik weer naar boven ga. In mijn bedje liggen. Oké, Tommy, dan spreken we je later, oké? Is goed. Doei, doei. Doei, Tommy. En wat vinden jullie van Tommy? Oh, hij is echt knap, hè? Knap? Ja. Oké, Anna. Oké, Anna.
jij het zegt. Nou ja, ik denk dat we moeten laten slapen. En dat we allemaal maar naar ons huisje moeten gaan. Ja, precies. Oh nee, niet hij weer. Een mooie damensel weer. Oh nee. Wat doe jij hier dan weer? Jij weer. Wat doe jij ook constant hier? Wat ik hier constant doe? Wat doe jij hier? Waarom zit je de hele tijd naar die meisjes te kijken? Ik kan mijn ogen gewoon niet van hun afhouden. Je weet dat staren onbeleefd is, hè? Maar het mag wel. Jij daar! Stop achter, dat doe ik wel. Je moet niet zo naar de grote mensen kijken de hele tijd. Waarom pak je me telkens op, joh? Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Ik ga een keer naar je moeder toe, hè? Nee, niet naar mijn moeder toe gaan, oké? Weet je moeder dat je de hele tijd naar die meisjes aan het kijken bent? Ja, zeker. Dat weet je. Hoe oud ben je überhaupt? Je bent echt veel te jong met een propellerhoedje en dat soort dingen. Ik ben 5. Oké, het is tijd dat jij weggaat. Kom maar deze kant op. Ik ben niet naar je moeder. Ik ben er klaar mee. Nee, niet naar mijn moeder. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op even.